Welkom bij een nieuwe aflevering van 24 uur in. In deze aflevering bezoekt Frank de Oostenrijkse stad Kufstein en de omliggende regio. Kufstein ligt op bijna 900 kilometer van Utrecht en ligt net over de grens als je vanuit Duitsland Oostenrijk binnenrijdt over de A12. Je ziet dan vanaf de snelweg de vesting van Kufstein liggen en die gaat Frank dan ook bezoeken. Frank is zelf al vele malen langs de stad gereden, maar heeft nog nooit de daadwerkelijke afslag genomen. Daar komt nu verandering in. Kufstein, dat aan de machtige Keizerberg ligt, wordt ook wel de parel van Tirol genoemd. De stad heeft veel te bieden. Het is een levendige stad met een historisch stadscentrum. In de regio is veel te ontdekken en dat is dan ook de opdracht die Frank meekrijgt. Wat kun je doen als je in Kufstein bent? Frank laat je dat zien in deze aflevering. Eens door die bergen, die bergen Tirols. Er zit in Kufstein, ja. Kufstein! Een nieuwe aflevering van 24 uur in en we zijn in Kufstein beland. Veel mensen kennen Kufstein misschien wel omdat ze er voorbij rijden als ze richting hun bestemming gaan in Oostenrijk. En dat, ja, heel veel kennen het ook van de grenscontrole. Ik weet niet wat je allemaal in Kufstein kan beleven, maar er is voor mij een heel programma uitgestippeld en ik ga de regio ontdekken. Maar dan gaan we eerst nog even muziekje luisteren. Wie aan Kufstein denkt, denkt misschien aan mooie winkelstraatjes, leuke winkeltjes. Maar je kan er ook heerlijk wandelen. En om die wandelingen te kunnen maken, moet je met de Keizerlift omhoog. Dan heb je straks prachtig uitzicht over de Wilde Keizer en over het Inntal. Wat is er nou zo leuk aan de Keizerlift? Het is namelijk een van de weinige eenpersoonsliften. En het is ook een van de oudste eenpersoonsliften. Wel moet er gezegd worden, hij is net gerenoveerd. Dus je zit heerlijk comfortabel in je eenpersoonsstoeltje. Wij zijn wat later. Maar ben je echt een vroege vogel, je kan deze lift al om 6 uur nemen. Hey! Twintig minuten verder, hebben we een tukkie gedaan. Maar kijk eens hoor, kijk eens. De Wilde Keizer! Heb je de Keizerlift omhoog genomen, loop je een klein stukje naar beneden met de bordjes volgen richting Kufstein. En dan kom je dit kleine restaurantje tegen waar we een kleine pauze gaan nemen. Misschien is het wel eens opgevallen, je ziet in de bergen vaak dat ze bij de deur een zakje met water hebben hangen. Dat doen ze omdat ze denken dat op die manier de vliegen niet meer binnenkomen. Als dat ook echt zo is. Betwijfel. Ik ben hier heerlijk aan het genieten van mijn holoendersaf bij de Brentenjochalm. De Brentenjochalm is echt nog zo'n traditionele alm eigenlijk, waarbij op de begaande grond de koeien hebt liggen en daarboven het woongedeelte en het restaurantgedeelte hebt. En vanaf deze plek heb je prachtig uitzicht over de Wilde Keizer. En de Wilde Keizer is bij veel mensen bekend vanwege de winter, Wilde Keizer Brixental. Maar ook bij bergbeklimmers, vooral uit München, is dit wel een punt die veel bezocht wordt. Je ziet dan ook op elke punt van de Wilde Keizer, zie je wel een kruisje staan. Ja, na flink wat kilometers te hebben gemaakt, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 30 graden, is het tijd voor een beetje afkoeling. Je hebt hier in de omgeving van Kufstein heel veel meren, waaronder ook de Hechtzee en de Tierzee. Op dit moment ben ik in de Hechtzee. En als het lekker weer is, en zeker na zo'n wandeling die wij zojuist gemaakt hebben, is het echt een aanrader om hier even lekker af te koelen. Het is er wel geschikt voor jongeren, want zoals je daar achter me ziet, zijn daar luchtkussens in het water, kan je volleybal in het water. Maar ook gewoon voor de wat oudere generatie. Dat benoem ik mezelf niet toe, maar ik ga nog even lekker genieten. Ciao. Nou, zoals je hier ook ziet, is het weer echt geschikt voor kinderen. Duikplanken, glijbanen, je kan waterfietsen huren. Een groot voordeel van de Tierzee is dat de entree gratis is. Dus is het weer lekker,
Ga zeker hier even heen liggen en bruin worden. Zo, nou, na genoeg beweging gaan we weer even wat rustiger aan doen. We gaan namelijk de straten van Koefstein verkennen. Nou, zoals je ziet is het best een stukje omhoog. En daarboven staat iemand te wachten die mij wat meer gaat vertellen over het fort of het kasteel hier in Koefstein. Ah, servus. Hallo, servus. Servus. Hallo, wie geht's? Frank, hallo Frank. Ja? Gehen wir hoch, oder? Gehen wir hoch. Ist das viel laufen, oder? Na, das ist sehr angenehm. Es gibt einerseits haben wir hier die Bahn, die hier gerade runterfährt. Wir werden aber ein Stück zu Fuß raufgehen. Und es ist eine schöne Runde. Es geht ein bisschen bergauf und ein bisschen runter. Und am Ende können wir alle den Lift wieder nehmen, um nach unten zu kommen. Gut? Ja, das ist für jung und alt, helemaal geschickt. Het kasteel hier in Koefstein is eigenlijk van origine echt een verdedigingsvesting. En toen kwam er op een gegeven moment een man die orgel speelde met het idee: we gaan de mensen die in de oorlog zijn overleden niet herdenken door hun naam ergens neer te zetten. Nee, we gaan elke dag een lied voor die mensen spelen. En dat was Max De Polo, een man uit Innsbruck, heel bekend. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat hier het grote orgel, wat nu bijna 5000 pijpen heeft, geworden is zoals het nu is. Diepe respect voor deze man, hoor. En vanavond om 6 uur gaat de organist naar spelen voor de hele stad. En wij zijn erbij. Nou, om te kunnen overleven hadden de soldaten hier een 60 meter diepe put gemaakt, waardoor ze hier 60 meter diep bij het water konden komen. En dat is heel goed drinkwater. En ja, hoe kreeg je dat drinkwater omhoog? Eigenlijk hoe onze hamsters dat tegenwoordig doen. Je gaat met z'n zessen in een groot wiel staan, gaat als een malle lopen en de emmer met water komt naar boven. De reden waarom eigenlijk hier deze vesting geplaatst is, heeft te maken met de handelsroute tussen Duitsland en Italië. Je ziet het nu nog steeds, hè? De Interlautenbahn is echt ontzettend druk, de Brennerpas is ontzettend druk. En dat was vroeger dus ook zo. Dat is de reden waarom ze deze vesting hier strategisch hebben gebouwd. Ze hebben in de geschiedenisboeken gekeken en dan zien ze dat in 1205 al deze burg daar heeft gestaan. Ze denken dat het al veel eerder gebouwd is, maar dan kun je een beetje voorstellen hoe oud dit ding is. Nou, naast het drinkwater hadden ze natuurlijk binnen de muren ook een complete kruidentuinen, gemuze, dus groenten. Ze hadden hier levende dieren lopen, zodat als de poorten gesloten werden, ze altijd konden overleven. Nou, en als je daar zo kijkt, dat is de Huisberg van Koefstein en die is ongeveer 1600 meter hoog. Nog een kleine tip. Ben je helemaal in de stemming van de ridders en van dit prachtige, prachtige kasteel, dan kun je ook 's avonds bij het restaurant reserveren en eten als een ridder. En had je je bord niet leeg gegeten? Nou. Dan was je de sigaar. Help, help, help.
3 is een groot deel van Koestuin afgebrand. Maar er zijn 2 huizen overgebleven. Die zijn nog steeds in originele staat. Dat zijn die daar. Nou, hier achter mij zien we het oudste brugrestaurant van de wereld. En dat heeft iets speciaals, want het is maar toegankelijk voor 2 personen. En je wordt alleen bediend als je aan het belletje klingelt. Doe je dat niet, komt er niemand. En dat betekent dat je daarboven ziet. In een van de oudste straatjes van Koestuin heb je ook een ginbar. Die zeggen dat zij de grootste ginbar ter wereld zijn. Ze hebben namelijk meer dan 1000 verschillende soorten gins. En ja, dat moeten we natuurlijk even testen. We hebben een klassische, een trokken en starken en dan hebben we een frisse en sommerlijke drink. Dan gaan we maar proeven, hè? En dan hebben we die Italiënische variant. Mm-hmm. Als Italië. De Arancia di Sicilia. Ziet er ook weer echt Italiaans uit. Die nummer 3. Oké. Okay. Nummer 3. Want ik ben Suus, ik liebe Suus, dat is nummer 1. Entschuldigung, my Dutch friend, nummer 2. Ben je geen ginliefhebber, ga je er ook heen, want ik ben het ook niet. Ik vind het ook lekker, ze hebben zoveel verschillende soorten. En ik denk dat ik nog even blijf, want ik heb er nog 3 te gaan. Proost, dankjewel. Zo, so, jetzt heb ik nog een überraschung voor die. Kom. Ik ben benieuwd. Ah, wacht even. Ik voel hem al aankomen. Volgens mij gaan we naar dat brugrestaurant. Met het klingeltje. Dat is het brugrestaurant. Nou, dat is de bed. Kijk dit. Daaronder zit een jacuzzi. Dan gaat het bed omhoog. Nou, als je echt een romantische avond wil, ga je eerst lekker in bad. Het is zo klein, dus ze hebben dat bed boven. Oh, gaat hij weer naar beneden? Kijk, zie je, gaat hij naar beneden? Nou. Maar kijk, waar we het ook over hebben gehad, is het brugrestaurant. Dat zie je hier. Zit je romantisch met z'n tweeën. Ik zal zeggen, waar blijft mijn date? Ja, hier, zeg maar, hier moet je klingelen. Dan komt de bediening. Doe je dat niet? Gaan de gordijnen dicht. Gaat het boek weg. Wordt een party. Ja, je hoort het nu boven. Boven in de toren worden nu de luiken geopend. Je ziet, nou, hij is nu nog druk bezig, maar hij is zich aan het voorbereiden. Het kan niet lang meer duren. Je moet er wel van houden, maar wat het dan wel weer bijzonder maakt, is dat we zijn zojuist boven geweest. Dan zie je al die horens naast elkaar liggen. Dan zie je hem nu beneden spelen en dat maakt het toch wel bijzonder. Proost op het Koefsteinertal. Dankeschön. We hebben de hele dag bloemetjes gezien. Blijkbaar kun je die eten. Het enige wat mij nog rest is. Ik ga lekker eten en maaltijd. En hiermee zijn we weer tot het einde gekomen van deze aflevering. En ik moet toch wel zeggen dat Koefstein mij wel een beetje verrast heeft. Je rijdt er in de zomer en winter, nou ja, wij dan meerdere keren langs. Maar ik heb eigenlijk nooit het idee gehad van, goh, ik ga eens het centrum in. Die tip wil ik je dan meteen geven, doe dat. En ik adviseer je dan om 2-3 dagen hier te verblijven. Zoek wel uit als het lekker weer is, want dan kan je naast het winkelen heerlijke eten. Kan je ook gebruik maken van de mooie meren en lekker een verfrissende duik nemen. Ga naar de top van de berg, wat wij ook gedaan hebben. Bekijk de Wilde Keizer en geniet van Koefstein.
Tot de volgende aflevering. Wij hebben hier weer heel erg genoten. En zoals je achter me ziet, ik blijf nog even.